Nou, gisteravond rond 10:08 kregen wij een melding dat er een steekpartij had plaatsgevonden tussen twee vrouwen in een woning aan de Slagersdreef in Den Bosch. Nou, collega's ter plaatse treffen daar een zwaar gewonde vrouw aan in de woning. Alle zorg ging op dat moment uit naar die gewonde vrouw. Traumaheli werd opgeroepen en helaas heeft de eerste hulpverlening niet meer mogen baten en is zij in de woning komen te overlijden. Kunt u iets vertellen over de aanleiding van de steekpartij? Op dit moment wordt dat uitgebreid onderzocht. We hebben al gesproken met de buren, met de familieleden van het slachtoffer en van de verdachte. En ook vandaag wordt de verdachte verder gehoord. En mogelijk geeft dat een beeld wat mogelijk de aanleiding geweest kan zijn. Ja, de verdachte zou de halfzus zijn van het slachtoffer. Ja, klopt. Ze zijn bekenden van elkaar, zijn halfzussen en woonachtig ook in dezelfde woning. Waarschijnlijk zou je zeggen, maar goed, dat speculeren, iets in de familiaire sfeer. Waarschijnlijk in de familiaire sfeer en daar hopen we natuurlijk snel achter te komen. Nou, circuleerden op internet hele beelden ook van de steekpartij. Ja, we kregen geruchten te horen dat er op Instagram een livestream geplaatst was. Mogelijk van de steekpartij zelf, dan wel van de overleden vrouw. En dat vinden we natuurlijk wel heel erg kwalijk, want het zijn hele nare en heftige beelden. Daarnaast zijn er ook screenshots van die livestream gemaakt. En die worden inmiddels verspreid in diverse WhatsApp-groepen. En dat moet je niet willen. Dat zijn vervelende beelden om te zien voor jezelf, maar ook voor die nabestaanden. Mensen hebben daar vaak geen benul bij wat dat voor impact kan hebben. Dus onze oproep is ook om echt die beelden niet te verspreiden. Ontvangt u ze toch, verwijder ze dan en verspreid ze verder niet door. Ja, kunnen jullie er iets aan doen eigenlijk? Je mag ze gewoon verspreiden, denk ik. Of is dat verboden? Ja, het verspreiden van beelden is in deze niet strafbaar. Maar we moeten met z'n allen dit gewoon niet willen. En elkaar daarvoor beschermen vanwege de narheid van dat soort.